soms denk ik wel eens, oké, was het maar geen kerst, want je moet in één keer heel veel andere producten maken. Ja, Anouk is hier de kersttafel aan het maken, de kerstkransen. Die maakt ze even mooi op, amarenekersje, sinaasappel. Hier zijn ze de kersttaart aan het maken met frambozen. Kijk, er wordt een klein taartje gemaakt, die wordt in het grote gedaan. Dus dit zijn de kerstboomstammen. Die worden nu ingezet, worden straks los, worden overgoten en dan komen een chocoladedecor. De kerstpastijtjes. En je ziet de pastijtjes, die liggen nu te rusten. Dit is al voor nieuwjaar een testje. Kortom, alleen maar kerst. Hoe gaat het? Ja? Nou, lekker bezig. En we leren de mensen ook zelf hun kerstmenu te maken. Dat heet ook een dagje kerst bij Robert. Mensen maken dan stollen, hapjes, iets voorbij de maaltijd. Een hele dag door kunnen ze producten eten wat met kerst te maken hebben en die ze dan zelf maken. Voel eens, knijp eens. Ja. Hier een beetje los allemaal, hè? Ja. Dan komt er te veel bloem uit. Kijk maar, want daar ga je hem uitrollen. Dit is de buitenkant van de stol. Dus je hebt nu al een kapotte stol. Er worden vier cursussen, vier of vijf, de week ben ik even kwijt. En er komen per keer 20 cursisten. En die zitten altijd hartstikke vol. Er zijn erbij, die heeft 2 jaar geleden opgegeven, dus was nu pas aan de beurt. Dan vouw je hem om. En dan moet je hem heel goed aansluiten. Dan moet je niet bang zijn, dan moet je hem gewoon goed aandrukken. Wat maakt nou een cursus hier bij hem? Waarom wilt u het nou zo graag hier bij hem doen? Ja. Geïnspireerd natuurlijk door heel Holland Bakt. En wat is zo speciaal dat hij er ook is en dat hij ook daadwerkelijk aanwijzingen geeft. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Cursisten maken 1 stol. De bakker zelf doet er 42 in een uur. Een gekkenhuis volgens Robert. In de kerst produceren we zeker 2 keer zoveel. Al is het alleen maar bijvoorbeeld in november maken geen kerststollen. Maar in december maand wel 15 tot 2000 kerststollen, weet je wel. Dus dat is allemaal wel extra, ja. Als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik liever het hele jaar gewoon standaard druk. Dan kun je echt je bedrijf opbouwen. Op kerst kun je bedrijf niet bouwen. Kerst is ook een enorme dure tijd, ook voor de bakker. De vrouw van Robert is het zakelijk brein. Als het over de centen gaat, is ze niet echt blij met kerst. Het is vooral heel lastig om centjes te blijven verdienen met al die extra uren. En al die extra verpakking die eromheen moet. Een extra lintje, een extra strikje, een extra decoratie. Dus dat is de grootste uitdaging zoals ik hem zie als ondernemer, zeg maar. Ja, ja, is het nog wel lucratief? De decembermaand zelf per se niet. Maar je wilt heel graag je klanten verwennen, juist in die periode dat het belangrijk is. Het is niet zo dat we verliezen draaien nu, maar het is lastiger om deze maanden rendabel te krijgen met al die extra uren dan en alle aankleding in de winkel en zo dan de andere maanden. Ja. Ja. Een mooie klant, blijft de koeienstuik goed zitten en er komt er een film maken, blijft het lange mals. Niks doen met kerst, dat gaat niet lukken. Ik denk, ik sla het een keer over. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar het is ook wel het leuke van het vak, hè. Het is superleuk om dit te maken. Hè. Het is ook allemaal lekker. Ja, het is ook gezellig.